recherche is hier vanavond een onderzoek gestart. Wij vermoeden dat hier in een woning aan de Marinierstraat een man door misdrijf om het leven is gekomen. De politie kreeg zondagavond iets na 8:30 een melding dat er problemen waren, dat de politie ter plaatse gevraagd werd. Nou, uiteindelijk is ook nog de ambulancedienst gekomen, maar er bleek toch een dodelijk slachtoffer in de woning te zijn die vermoedelijk door misdrijf om het leven is gekomen. We hebben in dat huis twee broers aangehouden van 38 en 42 jaar. En we houden er echt rekening mee dat het om iets in de relationele sfeer gaat. Het gaat om één slachtoffer. De identiteit daarvan kunnen we nog niet bekendmaken. Het onderzoek is net begonnen. Er moeten nog heel veel zaken uitgezocht worden. Maar we hopen dat in de loop van maandag bekend te kunnen maken. Twee verdachten. Het gaat dus om twee broers van 38 en 42 jaar. Die zijn inmiddels overgebracht naar het politiebureau en die zullen worden ingesloten. Ik zit daar.